Vanaf 30 november gaat er in Mechelen een nieuwe expo van start. Serendipity laat u kennismaken met een gelaagd vormexperiment. Frank van Ganee nodigde de beeldende kunstenaar Beniti Cornelis uit voor een gezamenlijk project. Kleur op doek en een jazzy sound wijden het vernieuwde Hof van Busleiden in. Het is alsof de muziek aan de muur hangt en kunstwerk uit de boksen klinkt. Ga mee op muzikale golven van jazzmuzikant Frank van Ganee en raak verwonderd door het penseel van Beniti Cornelis. Serendipity is dus het door het samengaan, het samenspel van voelen en denken, vinden, iets vinden waar dat je niet naar op zoek bent. De tekeningen, dat is de reeks waar dat de tentoonstelling naar genoemd is. Heeft dat deze tekeningen en schilderijen beïnvloed het feit dat Frank daar muziek ging op maken? Min of meer, maar in het algemeen kun je stellen dat jazzmuziek altijd een passie van mij is geweest. En ik hou van de muziek van Frank en vandaar wel dat ik wist dat dat kon klikken. Dat is Japans papier, gemarfleerd op een drager. En als het nat was, stuk gewreven. En het zijn net die onvolkomenheden die mee de compositie bepalen. Dit is een samenwerkingsproject met een van de grote kunstschilders hier in het Mechelse, Beniti Cornelis. Zijn werk heeft mij altijd aangesproken. Het gebruik van de kleuren, de vormen, de sfeer die er rond zo'n werk hangt van hem, heeft mij altijd aangesproken. Hij heeft 18 werken nieuw gemaakt. Toen ze klaar waren, ben ik er naar gaan kijken. Heeft hij er ook mooie foto's van genomen. Die heb ik op mijn computerblad gezet en kon ik daarvan genieten en me laten inspireren door zijn werk. Vanaf die moment ben ik dan aan de muziek begonnen. Dat heeft af en aan een paar maanden geduurd. Dan zijn we de studio ingetrokken met een aantal muzikanten. Hebben alles opgenomen. Het resultaat is dat we hier nu een project hebben waar de muziek echt helemaal één is met de werken van Beniti. Omdat Beniti werkt ook heel hard in lagen in zijn werken. En dat heb ik proberen te doen ook met mijn muziek. Hij begint met een idee, een motief. En van het ene motief op het doek komt het andere motief en het groeit het. En dat is eigenlijk net hetzelfde als bij het maken van een compositie, een muzikale compositie. En hoe meer je naar het werk toe loopt, eigenlijk, hoe meer details dat je hoort in de compositie.